Ja, nu moeten we nog tot slot een array maken die we kunnen gebruiken om de bezettingsgraad, dus een array met de getallen 6, 4, 2, 1, 3, 9 enzovoorts per half deel moeten we aangeven hoeveel kindjes dat er zijn. Het deel daarachter hebben we eigenlijk al gedaan, het gaat net hetzelfde zijn eigenlijk. Eens dat we die array hebben, kunnen we op dezelfde manier als bij het vorige programma, de vorige versie, aangeven wat de halve dag is met het minimum en de halve dag met het maximum. En gelukkig wordt het opstellen van deze array ook erg eenvoudig met de huidige datastructuur. Want, zodat hier wat opschuiven, ja, gaat helemaal opschuiven, dan zie je dat eigenlijk dat is dat vrij simpel. Je moet gewoon aangeven hoeveel elementen in elk. We hebben dus nu per array. Per halve dag hebben we eigenlijk een array van een aantal kindjes en de lengte van die kindjes is het aantal dat ingeschreven is. Dus dat is eigenlijk vrij simpel om te maken. We moeten niks gaan optellen of zo. We gaan hiervoor een functie gaan maken hier waarin we een nieuwe rij gaan aanmaken van 10 lang. Zo. En we kunnen die direct gaan op. Oei. We kunnen die direct gaan opvullen met een lusje. We moeten gewoon onze array hier van aanwezigheden gaan aflopen en voor elk van deze arrays de lengte gaan steken op de juiste plaats in deze nieuwe rij. En dat wordt dan gewoon voor. We pakken een variabele i gelijk aan 0, zolang i kleiner is dan de aanwezigheid, lengte. We weten dat er 10 zijn, maar ja, we maken het algemeen genoeg. Gaan we hier zo gaan aflopen. Het is ook maar één bevel hier eigenlijk. Dus we kunnen direct gaan zeggen hoeveel in dat bepaald halfdeel van de dag. Zo zijn er 10 maandag voormiddag en maandag namiddag tot vrijdag namiddag. Dat is gewoon de lengte van het stuk aanwezigheid. En nu moeten we wel eventjes gaan kijken, want als index kunnen we niet direct i gaan nemen. Want je ziet dat de indexen hierbij zijn hier strings. Maar gelukkig hebben we daar hier ergens de manier om dat om te zetten. Namelijk als we, we gaan dat hier dan ook doen, als we hier gebruiken dag, het deel. Vierkante haakjes i, dan hebben we wat we moeten hebben, want dagdeel i als i gelijk is aan 0, is dagdeel 0 gelijk aan de string maandag voormiddag. Als we dat gebruiken als index op aanwezigheid, hebben we hier heel die array van kindjes. Daar moeten we dan gewoon de lengte gaan opvragen. En dat is net het getal dat we moeten hebben in onze rij gaan steken. Dan moeten we hier op het einde nog die rij teruggeven. Dit is het eigenlijk. Je ziet dat dit hier nu wel erg simpel wordt. En voilà. Dan moeten we onze rij hier nog gaan afdrukken. Want dit is net hetzelfde als denk ik het vorige. We gaan dat hier per stukken van 2 doen. Omdat we altijd het woordje voormiddag en namiddag moeten hebben eigenlijk. Dus gaan we hier de i per 2 gaan verhogen. Zodat hij eerst naar hier wijst, klaar voor maandag voormiddag en maandag namiddag, dan naar de dinsdag en dan naar de woensdag. De twee gaan bij optellen. En dan moeten we gewoon gaan schrijven document.write dag met een spaasje ertussen, misschien de nummer van de dag even vermelden. Dat is de i gedeeld door 2 plus 1. Waarom is dat? Wel, we gaan even kijken. Oei, verkeerde toets. Stel dat i gelijk is aan. We pakken iets hier. I is gelijk aan hier 2. Of hier is i gelijk aan 3. Even kijken wat dat geeft. En dus hier is i 0 en hier is i 1. Dus i gaat 0 of. De waarde is van i, omdat we er altijd 2 bij optellen, gaat eerst 0 zijn en dan 2 zijn. Als we dat delen door 2 krijgen we 0 en 1.
Maar dat is niet de nummer van de dag dat wij gewoon zijn. Wij beginnen vanaf 1 te tellen, daarmee dat we er hier eentje bij gaan tellen eigenlijk. Oké, dan gaan we misschien nog de naam van de dag tussen haakjes erachter gaan zetten. Plus, opent haakje, vinden we daar. Plus, en hoe vinden we de naam van de dag? Die vinden we gelukkig in onze array dagen, waarin staan maandag, dinsdag, woensdag enzovoorts. En welke dag is het? Gewoon i gedeeld door 2. Want hier moeten we niet eentje bij optellen, want maandag staat op index 0. En dan moeten we hier nog een haakje achter zetten en nog een tekstje erbij voegen. De voormiddag. Ja, met misschien een dubbele punt erachter. En dan nog hoeveel zeker. We gaan misschien op een nieuwe lijn gaan zetten. Zo. Plus de bezetting rij i. Dus in die rij die we net gemaakt hebben, staat per halve deel hoeveel dat er zijn eigenlijk. En dan nog eens naar een nieuwe lijn gaan. En we zijn er. En dit kunnen we mooi gaan kopiëren voor het tweede stuk. En dat is hetzelfde, we moeten alleen namiddag gaan komen. En misschien nog met i iets gaan wijzigen. En we zijn er. Dus moeten we hier namiddag gaan zetten. De nummer van de dag blijft hetzelfde. Maandag is maandag, maar nu komt het namiddag. Maar die bezetting van die rij vinden we hier in i plus 1. En ik denk dat dit hier ongeveer moet zijn helemaal. En dat we dat kunnen gaan testen. Oei, het verschijnt een beetje opzij. Zo. En het komt hier mooi bovenaan. We zien hier dat we dinsdag namiddag niet veel hebben eigenlijk, en dat woensdag namiddag het, ja, we zien dat de totalen juist zijn eigenlijk. Oké. U ziet dus, hopelijk hebt u al die voorbeeldjes gevolgd, dan bent u in staat om het examen succesvol af te leggen. Het stuk dat er nog achter komt hebben we eigenlijk al gedaan, namelijk het minimum en het maximum gaan berekenen uit die vorige rij. Dat is een van de vorige filmpjes. Dank voor uw aandacht.